Dividendrendement is het rendement op aandelen op basis van het uitgekeerde dividend. De waarde van het totale jaarlijkse uitgekeerde dividend per aandeel wordt gedeeld door de huidige koers van het aandeel. Let wel, dit is slechts een indicatie van het dividendrendement. De toekomstige dividenden worden geschat op basis van het afgelopen jaar. Een onderneming kan ervoor kiezen om dividend aan te passen of zelfs te passeren. Het dividendrendement is met name interessant bij de beoordeling van aandelen die weinig koerswinst laten zien. Door een hoge payout ratio kan met het dividendrendement jaarlijks toch een mooi rendement worden gemaakt. Dit in tegenstelling tot aandelen die juist van de koersstijging moeten hebben, omdat ze weinig of geen dividend uitkeren. Het dividendrendement is in het geval van fondsen die weinig koerswinst laten zien, verantwoordelijk voor een groot deel van de totale winst, de koerswinst plus het dividend, op aandelen. We zien het vaak bij aandelen die een groot deel van de winst moeten uitkeren aan de aandeelhouders, zoals enkele vastgoedfondsen. Het toekomstige dividend is natuurlijk onzeker, maar de meeste bedrijven streven ernaar om een stabiel of licht stijgend dividend uit te keren. In crisissituaties kan echter het dividend ter discussie worden gesteld. Een sprekend voorbeeld is Fortis, dat in 2008 het dividend schrapte, ondanks eerder stellige ontkenning van het bestuur en vervolgens ten onder ging. Ik ben benieuwd wat je van deze video vindt. Laat onder deze video jouw reactie achter. Deel je grootste inzicht uit deze video, zodat je anderen weer kunt helpen. Abonneer je op mijn YouTube kanaal, zodat je geen video mist. Of geef even een duimpje. Zo weet ik welke video's je leuk vindt en welk soort video's ik nog meer voor je moet maken.